Yo, kijkers van de Gaaf, mijn naam is Menno. Welkom bij deze nieuwe tutorial in Photoshop. Het is weer zaterdag en dat betekent uiteraard dat het tijd is voor een nieuwe tutorial. Laatst kwam ik op internet deze afbeelding tegen. Ik vond het er super vet uitzien. Ik was benieuwd hoe ze dat nou hadden gedaan. Ze hebben in werkelijkheid echt die kamer onder water gezet. Dat kan je zien aan deze afbeelding. En toen dacht ik, dat kan eigenlijk veel makkelijker. Dat kan ook gewoon in Photoshop. Dus dat gaan we vandaag namaken in Photoshop. Dit wordt het eindresultaat. Een super tof resultaat waar je wel een klein beetje werk voor moet doen. Maar dan heb je ook wat. Nou, op de voorbeeldfoto die ik tegenkwam op internet hadden ze een beetje een klassieke kamer. Dus die heb ik ook gepakt. Deze mooie foto van deze mooie kamer. En die gaan we als eerst onder water zetten. En daarmee beginnen we met gewoon een blauwe overlay toe te voegen. Dus we maken een nieuwe layer aan. Geven deze een lichtblauw kleurtje. Helemaal invullen. Nou, deze zetten we op 80% en op overlay. Nou, ik vind hem nu nog iets te donker, dus we maken de lichtblauw wat lichter. En doen het dan nog een keer. Nou, zo is het al iets beter. Deze duplicaten we. En zo met deze tweede layer kan je een beetje gaan spelen met de hoeveelheid blauw die je erin wil hebben. Nou, ik vind eigenlijk de blauw die we nu hebben gekozen nog niet helemaal goed. Het mag wel ietsjes groener. Wat nou als we één blauwe en één groene doen? Ja, je moet dus een beetje dat watereffect gaan krijgen. Ja, je kan je gewoon een beetje mee experimenteren. Ik heb hem nu op softlight gezet. Dat ziet er eigenlijk nog wel iets beter uit. Dus dan doen we die groene ook op softlight. En nu heb je wel een tof watereffect. Dan gaan we hier een hue en saturation opgooien. En die clipping masken we op de kamer. Waarna we het gewoon heel die kamer wat blauwer gaan maken. Ongeveer zoiets. En dit is natuurlijk veel te heftig. Dus hiervan zetten we de opacity veel lager. Ongeveer op 20%. Handige shortkey daarvoor is wanneer je de selectie toe hebt geselecteerd en dat je gewoon op de getallen bovenaan je toetsenbord drukt. Bijvoorbeeld op 5, dan gaat hij op 50%, 2 op 20, 0 op 100. En zo kan je heel makkelijk daartussen switchen. Maar wij zetten hem voor nu even op 20 en dan, daarna heb je wel een beetje een realistische blauwe gloed. Nu gaan we het plafond onder water zetten, dat is iets lastiger. Ik heb hier al een mapje met een aantal afbeeldingen. En ik heb hier deze afbeelding gevonden en die slepen we er zo in. Deze maken we ietsjes groter en die plaatsen we hier neer en drukken op enter. Hiervan zetten we de opacity even wat lager, zodat we er doorheen kunnen kijken. Ongeveer op 50 en dan drukken we op command T, rechtermuisknop en dan distort. En dan gaan we deze lijnen op dezelfde hoek als het dak zetten. Dus dat doen we allebei de kanten en dan ga je gewoon naar de hoeken van de kamer. Zorg ervoor dat hij die lijnen gaat volgen. Er mag best wel iets overlappen, want dat gaan we straks allemaal wegmasken. Dus ongeveer zoiets. Nu lijkt het net alsof die kamer onder water staat. Ziet er best wel tof uit. En dit zetten we nog even boven onze andere layers. En dan gaan we deze ook even een beetje bewerken. We gooien er een hue en saturation op. Wat belangrijk is bij dit effect is dat je alles in een goede samenhang brengt. Dus je moet elke layer moet je weer nieuwe hue en saturation, color balance of levels opgooien. Zodat het mooi één geheel wordt en alles netjes in elkaar blendt. Dus dat gaan we ook bij elke afbeelding doen. We gaan even kijken. We maken deze ietsjes groener. Zoals je ziet, als je deze nu aan en uitzet, blendt hij al veel beter in de kamer. Nou, het ziet er zo al best tof uit, maar er klopt natuurlijk nog iets niet. Die kroonluchter, die moet niet onder water staan, want die hangt natuurlijk lager. Dus die moeten we eruit gaan masken. Dat is best wat werk, want hij heeft best veel details. Dus we zetten hier een mask op. We gaan eerst eventjes gewoon de randjes van het plafond even wat minder hard maken. Dus je pakt gewoon een hele zachte brush. Zet hem uiteraard op zwart en dan ga je gewoon langs die randen en ook aan de onderkant. Nou, dit ziet er best tof uit en ik bedenk me net dat de opacity nog steeds laag staat, dus die mag wel wat hoger. Wel een klein beetje doorschijnen is wel, dat mag wel. Ongeveer 60% heb ik deze. En nu gaan we die kroonluchter uitmasken. Nou, pak gewoon de brush, maak hem wat kleiner, zet er de hardness wat harder, ongeveer op 68. En dan kan je dit zo allemaal gaan uitbrushen. Nou, het hoeft natuurlijk niet heel precies, want het is water en als je gewoon een zachte brush hebt, dan zie je die randjes ook niet zo heel goed. Dus hier kan je gewoon eventjes langs gaan met je brush. Om zo al die lampjes uit te brushen. Zo, ik heb nu heel de kroonluchter uitgebrust. En de kamer ziet er nu al aardig realistisch uit. Alsof die echt onder water staat. Nou, om het nog even iets toffer te maken. Gaan we er een vrouw in Photoshop die aan het zwemmen is. Nou, ik heb uiteraard al even wat voorbereid. Want ik heb hier al een vrouw uitgeknipt. Nog niet heel netjes. Dus dat gaan we straks even perfectioneren. Die slepen we erin. We moeten natuurlijk wel goed erin slepen. Zodat dit allemaal gemasked blijft. En die gaan we even wat groter maken. En een beetje draaien. Alsof ze echt aan het drijven is. Zetten die een beetje hier neer. En dan moeten we die uiteraard ook nog in de afbeelding gaan blenden. Aangezien de meubels allemaal een schaduw hebben door het raam wat hier aan de linkerkant zit. Moeten we natuurlijk die vrouw ook een schaduw van maken. Dus we kopiëren haar gewoon. Die maken we wat platter en die zetten we zo op de grond.
Nou, schaduw is natuurlijk altijd een beetje uitgerekt en nogal plat. Ongeveer zoiets. Nou, deze geven dan een zwarte kleur. En geven we een blur. Ga je naar filter, blur, Gaussian blur. Ja, en die zet je ongeveer op zoiets. En die opacity zetten we iets lager. Waar je goed aan moet letten is kijken hoe donker de schaduw van deze stoel is. En aan de hand daarvan moet je dus ook deze schaduw maken. Zet hem een stuk lager, lager. Nou, zoiets kan wel. En aangezien de schaduw van die stoel een beetje blauwachtig is en die van de vrouw nog zwart, kunnen we dat ook aanpassen door gewoon hier te gaan klikken. Totdat je iets hebt wat wel een beetje overeenkomt. Zoiets is wel nice. Nou, blend die echt in de foto. Ik vind de vrouw zelf nog iets te geel, dus we gooien er even een color balance op. Die clipping masken we en dan maken we er iets blauwer. Lichtblauw mag ook iets hoger en de groen mag ook iets hoger. En als je deze aan en uitzet, zie je dat het al iets beter is. De opacity mag wel ietsjes lager. En zo kan je natuurlijk zelf ook een beetje spelen met de afbeeldingen die jij gaat gebruiken als jij dit ook wil gaan namaken. De effecten die ik je adviseer om erop te gooien zijn Hue and Saturation, Color Balance en Levels. En daar moet je dan mee gaan spelen. Totdat jij denkt dat het er realistisch uitziet. Let op, maak de effecten nooit te hard. Gooi die opacity altijd een beetje omlaag, want anders is het allemaal veel te overdreven en daardoor niet realistisch. Wat we nu nog moeten doen is wat luchtbellen uit haar mond laten komen die omhoog gaan, want ja, zo'n vrouw ademt natuurlijk. Die heb ik hier ook in mijn mapje staan, die slepen we erin. En die gaan we dan een beetje draaien. Maken wat kleiner en die zetten we zo bij haar mond. Deze geven we een divide, zodat die door kan schijnen en een mask. Zodat we die harde randjes eraf kunnen gaan masken. Vergeet niet die opacity hier op 100 te zetten. En dan kan je zo dit een beetje omhoog laten lopen. Laat natuurlijk niet de bubbel uit haar ogen komen, maar echt uit haar mond. En dan kopiëren we hem nog een keer, want hij moet uiteraard wel helemaal tot aan het eind gaan. Draai hem even om. Zodat ze recht doorlopen. Nou, nu gaan ze nog een beetje te schuin. Moet uiteraard wel recht omhoog gaan. Zoiets ziet er wel tof uit. Nou, het ziet er nu al best tof uit. Dan gaan we over de hele afbeelding nog even wat levels gooien om hem iets sterker te maken. Dus die clipping masker nergens op zetten we bovenaan. Zodat hij op alle layers gaat. Maken we even alles wat heftiger. Zet hem even aan en uit om te kijken wat het effect is geworden. En dat heeft uiteraard ook effect op jouw eigen layers. Ik vind nog steeds, die vrouw is nog niet heel realistisch. Als je naar de Hue and Saturation kijkt, wat kan je daaraan doen? Maakt hem misschien wat lichter. Saturation iets lager, zodat iets minder kleuren inkomen. Zet het even aan en uit. Ja, zo ziet het, dat is al beter. Speel daar gewoon een beetje mee. En dan ben ik eigenlijk zo wat tevreden over het eindresultaat. Ik vind het super tof uitzien. Het is een stuk minder moeite dan die afbeelding die ik op het internet tegenkwam, waarbij ze letterlijk een heel huis onder water hebben gezet. Vonden jullie dit nou een toffe tutorial? Ga dat dan zeker nadoen met je eigen woonkamer. Dan bedanken jullie onwijs voor het kijken. Een duimpje omhoog is uiteraard altijd tof. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Kan je op die rode abonneerknop hieronder drukken. Dan blijf je altijd op de hoogte van de video's die wij uploaden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mijn naam is Menno en ik zeg ciao.